Welkom bij Nog Spellenzol, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Skull, uitgegeven door Space Cowboys. Het is een spel voor 3 tot 6 spelers waar je een 15 tot 45 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel probeer je 2 rondes te winnen of degene te zijn die als laatste over is. En dat doe je door te bluffen en proberen andere mensen een schedel te laten trekken. En tegelijkertijd gok je natuurlijk wat de andere spelers doen om daarmee een voordeel te behalen. Degene met de beste pokerface of de slimste tactiek zal uiteindelijk met de overwinning er vandoor gaan. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is van de hand van Hervé Marley en Tom Wojcieks en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en de regels zelf zijn duidelijk en overzichtelijk weergegeven. Het is ook geen complex spel, de diepgang zit hem in, kun je je tegenstanders te slim af zijn. Een paar varianten achterin en wat herinneringen op de rug. Verder krijgen wij voor elke speler een setje discs in hun kleur met op één een schedel op de achtergrond en op de andere bloemetjes. En dat voor 6 spelers en elke speler krijgt een bordje waarop jij jouw tegeltjes gaat plaatsen en die ook gelijk telt als een scoremarker. De eerste keer dat je een ronde wint flip je hem en de tweede keer als je een ronde wint heb je het spel automatisch gewonnen. Dat is wat we krijgen. Dan laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler krijgt een tegeltje in zijn of haar kleur, de 4 tegels waarop je een schedel hebt en 3 bloemen. En die hou je in je hand. Voor het voorbeeld leg ik ze eventjes voor me neer. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel, zoals ik al zei, is om de eerste te zijn die 2 rondes wint. Als je een ronde wint, mag je je tegeltje flippen. En als je een 2e ronde wint, heb je het spel gewonnen. Alternatief kun je de laatste speler zijn die over is. En dan heb je ook gewonnen. Dus zo zetten we op. Laten we maar eens wat gaan bluffen. Wijs een startspeler aan en die begint en dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, heeft hij 2 opties. Voordat de ronde begint gaat elke speler 1 schijf uit zijn of haar hand kiezen en legt die gesloten voor zich neer op zijn veld. Dus dat gaan we als eerste doen. En dan beginnen we met de startspeler, kiest hij of hij een schijf wil plaatsen of dat hij een bieding wil openen. Nou, als je een schijf wil plaatsen, kies je weer simpelweg 1 schijf uit je hand en die leg je voor je neer op jouw bordje. Als je ervoor kiest om een bieding te openen, dan is het plaatsen van schijven voor deze ronde gelijk afgelopen. En wat je dan gaat bieden, is hoeveel schijven jij denkt open te kunnen draaien zonder dat je daarbij een schedel opendraait. Waarbij je altijd verplicht bent om alle schijven uit je eigen stapel open te draaien. Dus houd er rekening mee dat als je je eigen schedel geplaatst hebt en je opent een bieding en je moet gaan draaien, dat je altijd alle schijven uit je eigen stapeltje draait. Uiteraard kun je niet meer bieden dan het aantal schijven wat er op tafel ligt. En zodra je een bod hebt gedaan, laten we zeggen dat ik 3 zeg, gaan we met de klok mee en mogen andere spelers ervoor kiezen om te overbieden of te passen. Als je past, ben je uit deze ronde. En als je overbiedt, ja, dan heb je natuurlijk gewoon het hogere bod. En dan gaat het door totdat iedereen op 1 na gepast heeft. Degene die uiteindelijk moet gaan draaien, die begint altijd met zijn eigen tegels. Laten we zeggen dat 3 het hoogste bod was wat gedaan werd. Dus als eerste moet ik mijn eigen tegels opendraaien. Nou, dat zijn in dit geval 2 bloemen, dus dat is prima. En nou moet ik nog 1 andere schijf opendraaien, omdat ik 3 gezegd heb. En dan mag ik kiezen welke dat is. En mochten er spelers zijn met meerdere schijven op hun stapel, dan mag ik er ook voor kiezen om meerdere schijven van zo'n speler open te draaien. Maar ik mag nooit de volgorde aanpassen. Dus als ik 3 gezegd heb, maar ik heb vermoeden dat dit een schedel is, maar de kaart eronder niet, ja, dan heb ik pech, want de bovenste is de eerste die ik open moet draaien. Dus dan zou ik liever gaan naar een andere speler. Maar ik moet er nog 1 open draaien. Ik gok dat Googly Eyes mij geen oren aangenaaid heeft. Ik open een 3e schijf. 3 is het bod wat ik gedaan heb. Ik heb 3 schijven veilig weten open te draaien. Dus ik heb deze ronde gewonnen en ik mag mijn tegeltje flippen naar de andere zijde. Mocht ik een schijf opendraaien met een schedel,
dan verlies ik onmiddellijk deze ronde. Ik pak al mijn schijven, die schud ik, die bied ik aan degene van wie ik de schedel heb opengedraaid, in dit geval de zeedraak. Die kiest één schijf, zonder te kijken gaat die weg. Ik weet natuurlijk wat er uit mijn hand gehaald is, in dit geval een bloem. En die ben ik kwijt. Dus vanaf nu heb ik nog maar 3 schijven die ik kan inzetten. Mocht het zo zijn dat je gebluft hebt dat je er 3 open zou draaien. En je begint met je eigen schijven en daar zit je eigen schedel in. Omdat je had verwacht dat iemand anders wel over jouw bot heen zou gaan. Dan mag je zelf uit de resterende schijven die je nog hebt er eentje kiezen. En die mag je weggooien. En dan kun je dus je schedel kiezen of iets anders. Daarna krijgen alle spelers hun schijven terug. En beginnen we een nieuwe ronde. We leggen weer allemaal 1 schijf om te beginnen op ons bordje. Als de vorige uitdager succesvol de ronde heeft afgesloten, oftewel een punt gekregen, dan begint hij de nieuwe ronde. En als die werd uitgeschakeld, is degene die het doodshoofd had, waardoor die speler werd uitgeschakeld, die de ronde begint. En dan gaan we weer verder. Als je aan de beurt bent, kies je dus voor of een schijf spelen of je gaat een bot doen. En zo spelen we vrolijk verder. Lukt het jou om een bot te doen? En uiteindelijk, ik zeg 4. En ik open 4 schijven. En in die 4 schijven zitten geen schedels zitten. In dit voorbeeld wel. Dan zou ik, omdat ik hem al 1 keer omgedraaid heb, een 2e ronde winnen. En het spel daarmee winnen. Mocht je al je schijven kwijt zijn doordat je te vaak misgegokt hebt, dan lig je uit de ronde. 2 rondes winnen en je hebt het spel gewonnen. De laatste over zijn en je hebt het spel gewonnen. En op die manier wordt Skulls gespeeld. Skull is een super vermakelijk partyspelletje wat je gemakkelijk op tafel krijgt, wat snel wegspeelt en wat enorm in elkaars geest kruipen doet. Je probeert natuurlijk elkaar constant te slim af te zijn, in een val te lokken of ergens naartoe te sturen, terwijl je zelf op het juiste moment flink punten wil scoren of eigenlijk gewoon een ronde wilt winnen. Spelletje, de manier waarop dat gaat in Skull, door het neerleggen van die tegels en op een gegeven moment als er geboden wordt kijken hoe hoog je durft te gaan, dat is super vermakelijk. En daar zit natuurlijk die vervelende laag in dat je altijd alle tegels van je eigen blaadje moet opendraaien. Dus als je daar een schedel in gestoken hebt, dan wil je een hoog bot neerzetten, maar weer niet zo hoog dat niemand er overheen durft, want ja, als je het zelf openlegt, klaar, vies je weg en het schiet ook niet op. En als je weet dat je tussen je eigen aantal schijven inderdaad geen schedels hebt liggen, dan heb je er al 2-3 schijven liggen. Ja, dan wil je gewoon het hoogste bot hebben en hoop je dat andere mensen niet meegaan of jouw stapel beginnen leeg te plunderen. Maar je weet, afhankelijk van hoe goed je je vriendenkring kent, nooit precies wat ze nou echt gedaan hebben, wat ze geflikt hebben. En dat is een super leuk uitdagend aspect, waarbij je dus constant in mekaars geest probeert te kruipen. Oké, wat heeft hij gedaan? Is hij me nu in de zeik aan het nemen of is hij daadwerkelijk eerlijk? Kom er maar achter. En ook naarmate het spel vordert en mensen schedels hebben opgedraaid en er dus tegels zijn verdwenen, kan het maar zo zijn dat jouw kostbare schedeltegel gewoon weg is. Dat je dus altijd alleen maar gewoon bloemen neer bent aan het leggen. Dus dan ben je echt een puntenfarm. Maar ja, kom er maar eens achter als medespeler. En ook dat is weer een grappig element wat een interessante laag toevoegt aan een in de basis heel eenvoudig spel. Leg een disc neer, net zolang tot er iemand begint te bieden. En dan ga je kijken wie het meeste schijven probeert durft open te draaien. En dan maar kijken of je het voor elkaar krijgt. De vormgeving is tof gedaan. Elke kleur heeft een mooie vormgeving met een unieke schedel en bloemen. Heel eenvoudig in de basis. Maar het ziet er gewoon strak en kleurrijk uit. En de schedels en bloemen zijn ook stoer weergegeven. Ja, en het is gewoon een heel vermakelijk partyspelletje wat je heel snel op tafel kan leggen. En zeker met de juiste groep mensen die houden van elkaar overtroeven, bluffen en gek maken. Kun je hier enorm veel plezier uit halen. En dat alles bij elkaar maakt Skull wat mij betreft gewoon tot een goed partyspelletje wat daarom van mij een dikke 7 krijgt. Zolder.